Eerder deze week is in de media verschenen een bericht dat melding maakte van het eventueel uit de hand lopen van de COVID-19-situatie te Santo Boma. Volgens het staatshoofd, volgens het hoofd van de voorlichtingsafdeling van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, Wendel Pinas, is de situatie niet zorgelijk. Is het dan zo dus dat de situatie in CPI er sprake is van dus besmet of positief geteste gedetineerden en natuurlijk ook nog ambtenaren? Alle voorzorgsmaatregelen zijn ook nog getroffen om te voorkomen dat we een situatie hebben zoals we dat hebben gekend voor zeg maar een 6-7 maanden terug in de penitentiaire inrichting Duisburglaan, waarbij we dus meer dan 60 positief geteste gedetineerden hebben gehad. En ik moet zeggen dat de leiding er hard aan heeft gewerkt en we zitten nu al 4-5 dagen met nog steeds 9 positief geteste gedetineerden. Alhoewel het aantal COVID-19 besmette gedetineerden stabiel is, is er bij de penitentiaire ambtenaren volgens Pinas een stijging te merken. Behalve de 6 geïnfecteerde medewerkers wachten 3 thuis op het resultaat van de COVID-test. Deze groei heeft volgens Pinas allemaal te maken met hoe de ambtenaren omgaan met de situatie en daar heeft het ontbreken van PPE geen deel aan. Max Breinburg, voorzitter van de Werknemersbond, hoopt dat de verspreiding tegengegaan kan worden door het naleven van de protocollen die bepaald zijn. Aan de andere kant is het wel zo dus dat bij de penitentiaire ambtenaren een beetje is toegenomen. Weet u, maar dat komt dus vanwege het feit dat er gewerkt wordt en u weet waar er gewerkt wordt. En ja, men moet zoveel mogelijk dus de Mohana-regels in acht houden, maar er kan van tijd tot tijd altijd iets misgaan. Ja. Waardoor dus nu een significante stijging is gemerkt dus bij de ambtenaren zelf. Maar ik hoop dus dat ze in elk geval letten op dus de regels, de Mohana-regels, waardoor verdere verspreiding onder de ambtenaren tot een minimum beperkt kan worden. De leiding heeft frequent contact met het ministerie van Volksgezondheid en de arts is dagelijks over de vloer voor het monitoren van de patiënten en het geven van richtlijnen. Vooralsnog worden de geïnfecteerden afgezonderd in de inrichting. Ik wil u terugvoeren naar dus die 6-7 maanden terug in PID. Als het niet gaat over dus echt acute gevallen, waarbij we zeggen van de man of de vrouw is ernstig aan toe, dan hoeft het niet. Dan is het de gestichtsarts, zoals ook de minister van Volksgezondheid aangeeft, ook binnen die vrije gemeenschap, dat je altijd in contact bent met je gestichtsarts. En die komt en die gaat natuurlijk kijken en checken van hoe is de situatie. Ben je stabiel, ben je onstabiel, is het erg, moet je worden opgenomen in een zieke inrichting. Dus die is bezig, zoals ik eerder heb gezegd, dat zaakje te monitoren. Dus zo loopt dat. Alhoewel de situatie volgens Pinas onder controle is, maakt hij zich wel zorgen om de alarmerende situatie ten aanzien van de stijgende trend van besmettingen bij de penitentiaire ambtenaren.